over mijn Pendrecht-periode. Een vreselijk interessant experiment van een oma die zei: als je je best doet op school, dan mag je in de prasbed. Je hoeft helemaal niet in de prasbed om te kennen trommelen. En dat hebben we gemerkt. De tijd is al gevallen, de sfeer is te laat. Gasten met hun trommels, muziek in onze straat. Ze gaan niet meer schreeuwen, onder mijn open raam. Het verhaal is niet verloren, kan er geen woord van staan. Ze staan maar te jammen en het houdt toch maar niet op. Zit hier met de ramen dicht en wat in de kop. En als het nou muziek was, dan zou ik nou vooruit. Maar wat die gasten maken, dat is toch geen geluid.